luisteraar, we zijn in de kamer vanmorgen al heel vroeg. Wat gaan jullie vandaag doen? Er gaan 5 teams van de volleybalvereniging naar het Nederlands Open Jeugdkampioenschap. En om een beetje de dag goed te beginnen met z'n allen, hebben we spontaan woensdag besloten om een ontbijt te organiseren. En Gerard van de Wacht van de Corner was zo lief om de ruimte beschikbaar te stellen. En we hebben de Jumbo, die heeft ons gesponsord met het ontbijt. En dat is het voordeel van WhatsApp, dan gaat het heel snel. En het was eigenlijk zo rond. Dus vanochtend om 7 uur stonden we hier en om 7:30 stonden de eerste teams hier om samen aan het ontbijt te gaan beginnen. Okay, maar jullie gaan dus vandaag naar de kampioenschap toe. Maar waar overal wel? Want ik begrijp dat het op verschillende plekken is. Klopt, we gaan één team, het jongste team gaat naar Hogeveen. Er gaan 2 teams naar Assen en 2 teams gaan naar De Lutte. Tenminste, voor zover het nu lijkt. Het is nog steeds niet afgelast, het is nog steeds een beetje onduidelijk. Maar we gaan hopelijk zometeen vertrekken met z'n allen. Ik wens jullie vandaag heel veel succes, heel veel plezier. En de uitslagen die zien we bij jullie op de website? Ja, die komen via Facebook, worden iedereen op de hoogte gehouden. En de website natuurlijk zal vanavond ook wel weer overspoeld worden met berichten.